We gaan even terug naar de oorlogstijd. Want toentertijd stond hier het pand van de Nederlandse Bank aan de Wierdensestraat in Almelo. En ergens in 1944 wilde het personeel juist naar huis gaan en drongen er 4 mannen binnen. Het resultaat? De grootste bankroof uit de Nederlandse geschiedenis. De grootste bankroof uit de geschiedenis van Nederland vond plaats in Almelo. Bij de overval op het filiaal van de Nederlandse Bank werd 46 miljoen gulden buitgemaakt. Zondag, 17 september 1944. De Nederlandse regering roept op tot een algemene spoorwegstaking. Doel is het vijandelijk vervoer en troepenconcentratie zoveel mogelijk te beletten. De spoorwegstaking valt samen met de operatie Market Garden, de grootste luchtlandingsoperatie van de geallieerden. Doel is bruggenhoofden te vormen over de Nederlandse waterwegen. Ze zouden zo de loper uitleggen voor de grondtroepen die inmiddels België hadden bereikt. Bij de Rijnbrug in Arnhem gaat het mis. Tijdens de eerste dag van de slag om Arnhem geeft de Nederlandse regering het sein voor de spoorwegstaking. Om de staking te financieren is er veel geld nodig. Daarom is op Radio Oranje het volgende te horen. Op iedere Nederlander rust thans de hoge zedelijke plicht. Alle spoorwegmannen die als stakers moeten verdwijnen en onderduiken, bij te staan. Dirk Smoes, commandant van de KP Almelo, zag een mogelijkheid het filiaal van de Nederlandse Bank in Almelo te overvallen. Op 7 november 1944 komt er toestemming van Londen en zoekt hij contact met de andere leden van de KP. De overval wordt grondig voorbereid. In eerste instantie bij slagerij Eshuis in Wierden door de kerngroep Dirk Smoes, Douwe Mik, Albert Wisman en Henk Bos. Op 15 november 1944, de dag van de overval, is de laatste bespreking in Café Frielink, waar de hele bankoverval nog een laatste keer doorgesproken wordt met alle betrokkenen. De medewerkers die er werkten hadden geen gelegenheid om het alarm aan te zetten. De conciërge werd afgeleid door 2 andere mensen die zaten vrolijk koffie te drinken met hem. Dus er was eigenlijk niemand die wat merkte. Een half uur na de overval stelt de politie de SD, de Sicherheidsdienst, op de hoogte. De SD komt er na onderzoek achter dat voormalig bankemployé Dirk Smoes al geruime tijd ondergedoken is. Ook ontdekt ze dat bankmedewerker Mengs uit Rijssen een broer heeft, Willem, die expediteur is en met zijn wagen sinds die middag verdwenen is. De Duitsers concluderen dat deze 2 personen betrokken geweest moeten zijn bij de bankoverval. Maar ze hebben geen idee waar de personen of de buit zijn. 14 dagen na de overval komt het toeval de Duitsers te hulp. Bij een straatcontrole wordt Berend Bruines opgepakt met valse persoonsbewijzen. Tijdens zijn verhoor wordt de connectie met Café Frielink gelegd. Dus doen de Duitsers een inval in het huis van Hendrik Frielink, waar Willem Mengs, de chauffeur van de bankroof, ondergedoken zit. Na verhoor worden uiteindelijk ook Douwe Mik en Dirk Smoes opgepakt. Ze staan onder verdenking van uitgifte van clandestine persoonsbewijzen. Wie ze werkelijk zijn, weet de SD niet. De persoonsbewijzen van beide mannen zijn vals. Uiteindelijk worden er 7 mensen opgepakt en in het Almeloze huis van bewaring vastgezet. De verhoren brengen de Duitsers op het spoor van de buit. Er wordt toegegeven op voorwaarde dat het gebied niet uitgekampt zou worden. Het geld wordt teruggebracht en de verdachten worden schuldig bevonden. De 7 mensen worden overgebracht naar de gevangenis in Doetinchem, de Kruisberg. Hoewel ze nog wel contact kunnen leggen met Almelo, lukt het niet de mannen te bevrijden. De overvallers worden op transport gezet. 6 van hen hebben de oorlog niet overleefd. Ja, een heel bijzonder verhaal hier vanuit Almelo. En een bijzonder verhaal wat echt tot de verbeelding spreekt. Want Jan Marten de Jong, jij gaat theater maken over de grootste bankoverval, de grootste bankroof van Nederland, hier in Almelo. Ik stond echt met mijn oren te klapperen toen ik het hoorde. Ja, het heeft eigenlijk alles in zich, hè, voor een mooi verhaal. Ja, zeker. Het gaat over heldenmoed. Het gaat over samenwerken, maar het gaat ook over mislukken en verraden worden. Het gaat ook eigenlijk van alles en nog wat. En het mooie is, het is inderdaad in Almelo gebeurd, maar het is ook een heel erg een Twents verhaal. Juist omdat die 8 jongens, hè, er zijn uiteindelijk 8 mannen die hebben het gedaan, maar die waren toen nog jongens, in de 20. Die kwamen uit heel Twente, hè, uit Almelo, maar ook Wierden, Rijssen, Habberingshoek, allerlei plekken. En dat maakt het zo mooi. Het was eigenlijk, iemand zei, dat is eigenlijk het verhaal van de Twentse samenwerking al. Nou ja, dat was het ook een beetje. Ja, eigenlijk wel. En het heeft natuurlijk het 46 miljoen gulden, ja. een godsvermogen natuurlijk. Het is gelukt en eigenlijk doordat er natuurlijk dan sprake is van verraad, gaat het mis. Worden ze opgepakt? Ja. Wat is voor jou dan het idee dat je denkt, ja,
hier kan ik veel meer mee dan alleen een geschiedenisstuk. Hier moeten we een theater van maken, een film, een expositie. Nou, je zei het zelf al, er zit een heleboel in dit verhaal. Het gaat niet alleen om de bankroof, maar het gaat ook om hoe deden mensen in die tijd de dingen die ze deden. Waarom deden ze dit? Hoe was het in die tijd om niet in vrijheid te leven? En het is zo'n aansprekend verhaal, want het is echt de grootste bankroof in Nederland. Hoort zelfs tot de grootste bankroof van de wereld zelfs. En dan denk je van, waarom is dit verhaal nooit verteld? Waarom zijn er 3 films en allerlei boeken over de Great Train Robbery in Engeland? En is hier, behalve de historici, die kennen het wel, maar heel veel mensen niet. En dit verhaal verdient het om iets mee te doen. Het lijkt me wel heel moeilijk. Want het is natuurlijk zoveel, dat oorlog, het verzet, alles komt erbij. Maar jullie zijn de uitdaging aangegaan. Ja. Hoe loopt het? Hoe vordert het? Nou, we hebben net maandag een gesprek gehad met alle historische verenigingen uit de verschillende gemeenten waar de mensen vandaan komen. We hebben eerder al met de burgemeesters en zo het bedrijfsleven gesproken. Met hun gaan we de verhalen ophalen. Want we willen de film, want het is een film en een theaterproductie, om de verhalen van de mensen die meededen vertellen. En die historische kringen gaan op zoek naar de verhalen. Dus want zijn er nog mensen in leven of familieleven in leven van de betrokkenen? Familieleden wel. Alleen de 8 mannen zijn omgekomen of in de kampen of na de oorlog. Sommigen hebben de oorlog ook gewoon overleefd. En er zijn nog wel mensen die het zich herinnerd hebben. Zo hebben we een gesprek gehad met iemand van in de 90 die daar nog iets van wist. En de zoon van een van de overvalplegers doet ook echt mee in zit ook in het productieteam waar ik ook in zit. Oh, wat geweldig. Ja. Dus, maar juist het ophalen van die verhalen, rondom die verhalen gaan we dat doen. Dus ik weet nu nog niet waar het precies over gaat. We weten wel een beetje hoe die bankroof is gegaan. Maar wat zat er nou achter die mensen, die mannen? Daar zaten ook vrouwen, zaten gezinnen. Er zaten veel meer mensen dan die 8. En die verhalen, die halen we op. En dat wordt de theaterproductie eigenlijk. En wanneer zouden wij het kunnen zien? Wat is jullie streven? We gaan 13 september 2017 is de première van het theaterstuk. Dat gebeurt op een locatie ergens tussen Almelo en Wierden, zullen we zeggen. Iets met het spoor, daar hebben we ook nog gesprekken mee. Dan gaan we in 2018 de film maken. En in 2019, dat is 75 jaar na de gebeurtenis, komt de film. Nou, ik wens je ontzettend veel succes en ook ontzettend veel plezier, want je begint helemaal te stralen. Ja, want volgens mij is het echt jouw wereld, jouw kindje op dit moment. Ja. Ik ben heel erg nieuwsgierig. We zullen het allemaal, denk ik, vol verwachting volgen. En we zullen het afwachten. Het is dus nog even geduld hebben, maar dan komt er dus echt een theater, een film en een expositie over de grootste bankroof van Nederland. Dankjewel Jan Marten